We zijn hier in Os, de stad waar Leo van den Berg woonde en werkte. En veel Ossenaren kennen Leo van den Berg als de man die hun pasfoto's maakte in zijn winkel op de Heuvel. Of ze kochten daar bij hem hun eerste camera. Maar wat minder mensen weten is dat Leo van den Berg buiten zijn werk in die winkel ook op pad ging. En hij ging op zoek naar fotografische voorstellingen, plekken waar hij een beeld kon vangen, bijna voor de eeuwigheid. En die beelden die hebben een historische waarde, want ze laten vaak het beeld van de stad zien wat verloren is gegaan. Maar ze hebben ook een artistieke waarde, omdat het een prachtige compositie vaak is. Een sfeerbeeld, een voorstelling waarbij iedereen, of je nou wel of niet uit Os komt, zijn eigen verhaal kan verzinnen. Een mooi voorbeeld van zo'n sfeervol werk van Leo van den Berg is deze foto uit 1937, gemaakt op eerste kerstdag. En je ziet twee jongens, een beetje in een grauw, lichtmistige straat, hierachter dus, het Heese pad in Os, weglopen. En een heeft zijn arm om de ander liggen. Ja, is het een hele troostvolle foto? Wat zouden ze met elkaar hebben? Kijk, wij weten nu, het zijn de gebroeders Jan en Lambert van Ochten. En ze lopen op eerste kerstdag dus gebroederlijk, letterlijk, door de straat. Dat beeld van Os is volledig veranderd. Je kunt je er nu niks meer bij voorstellen. Maar ook al weet je niet dat het Os is, dat beeld is gewoon heel krachtig. Ja, en dat maakt het werk van Leo van den Berg echt uniek. Leo van den Berg had zich in de jaren 30 toegelegd op de fotografie. En daar begon hij mee. Hierachter, hier stond vroeger zijn woonhuis. Het is nu gesloopt, er staat nu een grijs kantoorgebouw. Maar daar, in een kamertje naast de voordeur, begon hij met zijn kantoortje. En in de badkamer, daar ontwikkelde hij zijn foto's. Hij woonde hier aan de Molenstraat in Os. En de Molenstraat was echt een grand allée toe, met veel groen en mooie grote gebouwen. Maar de straat is volledig veranderd. En in die tijd dat hij hier woonde, jaren 30, jaren 40, ja, maakte hij al het belangrijke wat er in Os gebeurde, maakte hij mee. Want de mobiliserende troepen van Nederland, 1939, kort voor de Tweede Wereldoorlog, kwamen hier door de straat heen. De bevrijders kwamen ook hier door de straat heen in 1944. En hij legde het met zijn camera vast. En prachtige beelden zijn ervan te zien. De eerste foto's van zijn carrière, veel is hier in de Molenstraat geschoten. Wat je in het werk van Leo van den Berg ook heel mooi ziet, is ja, niet alleen panden die zijn afgebroken in de loop der jaren, maar ook de agrarische maatschappij, het akkerland, wat langzaamaan verdween ten koste van de industrie, de opkomende industrie. Nu staan we hier op een plek, net ten zuiden van het spoor, ja, een en al bebouwing, industrie en dat soort zaken. Maar in die tijd, in de jaren 30 en 40, was het hier nog gewoon akkerland. Leo van den Berg legde niet alleen heel veel vast van het Osse landschap en de Osse straten, ja, wat er nu niet meer is, plekken die compleet veranderd zijn. Maar in die foto die hij daarvan maakte, zie je ook meteen dat hij echt een meester van de winterlandschappen was. Want hoe hij weet te vangen dat die sneeuw tegen die molen is aangekoekt en het wit daarvoor, ja, dan kun je je nu haast bijna niet meer indenken, dat soort taferelen. Bovendien, moet je ook nog bedenken, ging hij dus met zijn camera en zijn statief door meters dikke sneeuw vaak op pad, lopend, wachten op die plek tot het juiste licht er was, tot hij die foto kon vangen. En gelukkig heeft hij dat gedaan, want nu hebben wij deze prachtige plaatjes nog. Wat de foto's van Leo van den Berg ook heel mooi laten zien, is dat het alledaagse leven in die oorlogsjaren, tijdens de Tweede Wereldoorlog, ging gewoon door. En zo werd hij wel eens ingehuurd voor bruidsreportages. Hij vond het soms wel eens moedjes, van ja, oké, ik moet dit doen, want ik moet ook geld verdienen. Maar dat leverde vaak ook hele mooie foto's op. En soms ook foto's die pas na die Tweede Wereldoorlog nog een hele wrange tweede betekenis kregen. Zoals de foto's die hij maakte van het huwelijk van een Joodse echtpaar, wat hier achter me in het witte gebouw, de oude synagoge van ons, werd gesloten. Daar zie je het echtpaar staan op het binnenpleintje tussen het voorgebouw en de synagoge zelf. En de mensen die er dan staan, ja, die zijn in de Tweede Wereldoorlog allemaal vermoord in de concentratiekampen. De foto's van Leo van den Berg die vangen het alledaagse leven, maar ook in een speelsheid. Zoals je op deze foto ziet, dat je kinderen met sneeuwballen aan elkaar ziet gooien. Het is op een plek hier, in een straat in Os. Maar die muur die je daar op die foto ziet, die is nu helemaal weg. Het is de oude muur rond het fabrieksterrein van Philips. Daar staan nu huizen. Dus die foto's van Leo van den Berg, ja, ze tonen ons een wereld die soms heel vertrouwd lijkt, maar ja, ook ontzettend ver weg. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1947 om precies te zijn, verhuisde het gezin van den Berg van de Molenstraat naar het centrum van Os, naar de Heuvel. En de fotozaak verhuisde uiteraard mee. Toen kwam er ook een echte etalage bij. Dat is het pand hier achter mij, het witte pand.
En daar begon Leo zijn fotozaak. Met niet alleen foto's die hij tentoonstelde, maar ook camera's die je daar kon kopen. En je kon daar dus je pasfoto's laten maken. En ook hier rondom de heuvel maakte hij heel veel foto's van het alledaagse leven in die tijd. En je ziet bijvoorbeeld een prachtige foto waarop je de oldtimers al door de straten ziet rijden. Maar tegelijkertijd, los van Gent en Loos, nog gewoon met paard en wagens en pakketjes. En ook de markten, die vonden in Oss toen nog op de heuvel plaats. En je ziet daar ook de handelaars met hun houten kratten met daar en de biggetjes rondwandelen. Dus dat soort beelden ontstaan vanaf dat moment. Leo maakt ze hier vanuit zijn zaak. De foto's van Leo van den Berg zijn niet alleen zo sterk omdat ze een historische waarde hebben, omdat ze de geschiedenis laten zien, iets, een tijdsbeeld wat verdwenen is misschien, maar juist ook omdat ze het verleden hebben gevangen en nu tonen op een manier die tijdloos lijkt. Zoals deze foto van een stad Oss in de sneeuw, schilderachtiger en sprookjesachtiger dan iemand zich ooit had kunnen voorstellen. Leo van den Berg was een Osse fotograaf. Hij heeft hier zijn hele leven gewoond en gewerkt. Maar wat zijn werk nou zo sterk, zo krachtig maakt, is het feit dat het Osse ontstijgt. Het is heel interessant voor Ossenaren, voor mensen die deze geschiedenis hier van de streek bestuderen. Want ze laten een stad zien die zich heeft ontwikkeld in de loop der jaren. Soms hetzelfde is gebleven, maar vaak heel erg is veranderd. Dus ze hebben een grote historische waarde. Maar ze hebben ook een artistieke waarde, want de compositie van die beelden is vaak prachtig. En ook al weet je niet welke plek het is, je kunt erin mee. Je hebt er een gevoel bij en je kunt er een verhaal bij bedenken. Bovendien heeft Leo ook in zijn jaren tochten buiten Oss gemaakt. Soms met de auto, soms zelfs op zijn motortje. Hij is ook kort na de oorlog Duitsland ingegaan en daar heeft hij de spoorbrug van Keulen, die als een stalen slang richting de Dom kronkelt, heeft hij vastgelegd. Dat soort foto's pakken samen dat je geschiedenis hebt en een esthetische beleving. En die artistieke waarden en historische waarden samen, die maken dit echt een unieke collectie. Los van het feit waar die is geschoten. Die kracht die zit in het werk van Leo, in zijn scherpe oog, in zijn absolute geduld. Ja, zijn zoektocht naar die ene compositie die precies klopte. En dat maakt het werk van Leo van den Berg in mijn ogen echt het werk van een geboren fotograaf.